Chester, welkom bij een nieuwe video. Hier mijn kanaal Chester. Vandaag spelen we een potje Safeguard op de map Skyjacked. Holy shit, er wordt al gelijk gesniped. Gehitmark sniped in het begin, wou ik zeggen. Maar hoppakee, we pakken al gelijk een triple piece hierop. In het begin van dit potje, let's go jongens. Oh, we gaan heerlijk, we gaan heerlijk. Wat een lekker begin. Beter begin kan je hebben. Let's go. Ik speel met de UAV Lightning Strike en de Hater. Oh, dat is een like. Fuck my life, fuck my life. Oh! Ik dacht dat hij beneden was, Dit is mijn eigen schuld. Beter begin, dat konden we niet hebben. We stonden 7-0 al. We moeten natuurlijk in deze game mode de robot zien te defenden, zodat hij niet bij ons scoort. Alles spreekt voor zich natuurlijk. Dus we gaan kijken of dat ons lukt. Vergeet jullie niet je blauw duimpje omhoog achter te laten. Helpt me enorm. Oh, nou hebben we bijna weer een triple. Waarom ik met de Silence op de KM44 speel? Omdat dat super, maar ook echt super chill is. Want je speelt gewoon super, maar ook echt super stealthy. In deze Call of Duty. Want ik speel ook nog eens met Ghost. Oh, er wordt geknijfd door een Ripper. Fuck my life. Ik heb al echt gewoon 3 triples kunnen pakken dit potje. En ik heb er 1 gehaald natuurlijk al. Maar waarom met Ghost en Silence speel zodat de enemies een UAV hebben, ben ik niet op mijn minimap te zien. En zodra ik schiet, ben ik dus ook niet op mijn minimap te zien. Probeer het zelf eens uit. Ik weet het, ik vind het irritant dat ook mensen met Ghost spelen, maar hé. Het is chill voor streaks bijvoorbeeld. Althans, voor als je voor streaks speelt. Zo bedoel ik het meer. Hij wist gewoon dat ik daaruit ging komen. Oh, jammer. Hij heeft een CUDA. Let's go. Ik zit lekker hier zo. Oh my god, you're kidding me. Die robot is bijna down. Ik kan ja, kijk, zie je, let op. 3, 2, 1, nee. Ik kan hem disablen. Kijk, disable robot. Dan is hij even een paar seconden down. Oh my god. Weet ik wel wat ik ga doen. Let's go. Die robot moet even doen. Er zit iemand hierboven. Dus ik kan via boven de robot escorteren. Oh my god, zie je wel dat hij boven zit? Teammate. Dit moeten we tegenhouden. Als de teammates beneden hebben. Dat hebben ze dus niet. Dan heb ik boven. Maar er zit al een teammate boven, dus. No worries for that. Oké, er is één boven. Oh my god. Kees gaat scoren. Denk ik. Zo, hij is nou echt dichtbij. Oké, let's go, de robot is weer down. Let's go, de Sparrow is ook down. Zit iemand boven hier zo. We moeten ook opletten dat we niet gesponsord worden. Team, het haalt nog 40 seconden voor, nog 37 seconden, kom op. Wat doet deze gozer? Nee, we worden gespant, grip. Shit. Nee! Oké, we moeten nu scoren. Als we nu scoren, dan krijgen we een overtime ronde. Jullie hebben wel eens een keer Safeguard op mijn kanaal gezien, geloof ik. Maar voor de mensen die het nog niet weten, ik zei 31 om 11. Jammer. Ze moeten even fixen dat je niet boven kan staan, terwijl je robot onder je doorloopt. Dat heb ik gezien bij Prestige Key. Dus,
Dat moeten ze even fixen, vind ik. Maar ja, nu zijn wij aan de beurt. Nu moeten wij de robot naar hun span brengen. Wat ik ga doen, is mijn teammate doen dat, denk ik wel. Dat doe. Hij doet het ook. Zo. Teammate! What the fuck ben jij voor retard, ouwe? Je ziet niet eens dat er daar iemand stond. Dan kan je echt net zo goed gewoon zelf maar plegen. Oké. En ze hebben UAV. Ik heb nu ghost, dus ze zien mij niet. Ja, kakke! Nee, die servers zijn weer kut aan het doen. Ey. Echt waar, als ik Call of Duty dubbel XP heb, kunnen ze nooit fatsoenlijk de servers laten werken. Oké, we gaan dat scoren, let maar op. Ja, ik ben hier echt klaar mee. Ik kan niet eens iemand killen door die kut servers, jongen. Echt waar. Het is nu gelijk. Dus wat we nu gaan doen is, nu moet de snelste tijd neergezet worden. De enemies moeten nu met de robot lopen. En je kan dit dus 20 minuten laten duren als het nodig is. Maar dan moeten de enemies ook de robot niet exporteren. Maar als ik nu nog één keer niemand kan killen door die kut servers, dan ga ik even overswitchen naar een VMP of zo. Een M8, want dit is echt zwaar hinderlijk. Wat ik ga doen is, ik ga underground nu. Ik ga underground. Hopelijk heeft niemand anders dit idee. Zo te zien niet. Kijk, dan kan ik weer in hun rug komen. Oh, dat is nog een assist ook. Haha. Fucking foul. Nou, weer twee assists. Kut, sorry. Zitten boven. Ik heb een UAV. Ik heb een lightning strike. Ik ga hem gooien. Kut, ik doe mijn site in. Het kan ook zo zijn dat hun helemaal niet scoren. Oh, ik stond achter die handglitch! Fuck my life. Oké, ik gooi hem gewoon op die robot. Oké, ga maar een klein stukje af dus. Oh, hij zat achter me. Jammer. Daar kan ik niks aan doen. Ik denk dat we wel even een 50 plusje kunnen droppen. Maar ja, deze, het is wel een leuke game mode. Alleen het jammer is dat je maar 50 punten per kill krijgt. En ik weet niet waarom ze dat hebben gedaan. Ik snap het eigenlijk niet. Want je moet dus bij de robot in de buurt staan. In mijn rug. En dan pas kan je 100 punten per kill krijgen natuurlijk. Dus I don't know waarom ze dat hebben gedaan. Misschien omdat je dan te veel streaks had. Omdat natuurlijk teammate iedereen bij die robot loopt. Oké, nu zijn we de lul. Oh, kak. Ik had flag jacket, maar dat werkt niet. Ja, het werkt wel, maar niet als je gehit bent. Daar bedoel ik het meer mee. Dan werkt je flag jacket niet. Hey bitch. Geef me even jouw Vesper, jongen. Of Weevil, sorry. Ik heb lang niet met dit wapentje gespeeld. Moeten we maar eens mee gaan spelen, denk ik.
Oh, laat maar. Nevermind. Hij heeft weer gedisabled onze robot. Daar gaat het om. Kijk hem liggen dan. Dat zijn van die faggotjes, jongen. Ja, ja, doei. Ik heb even zijn Vesper op. Of Weevil. Ik zeg zijn Vesper. Let's go. Wij moeten nu scoren binnen 3 minuten 53. Ik denk wel dat gaat lukken. Dus ik pak eventjes mijn Vesper erbij. Dat is even VMP. Wat heb ik met de Vesper, jongens? Omdat ik nu even Clone's Rage ga spelen, heb ik niet echt een KN. Daar is de KN niet echt goed voor. Nog één ronde, jongens. Als we binnen die 3 minuten 53 scoren, hebben we gewonnen. Zo niet, dan hebben wij verloren. Ik denk wel dat kan lukken. Let's go, jongens. Kom op. Ik ga weer in de ground. Mijn team is weten tenminste wat ze moeten doen. Dus ik ga de weg clearen voor ze. Met mijn VMP met Extended Max en de Grip Attachment. Oh, lekker teammate. Kut. Kom. Nee, waarom ga ik dood? Jongens, kom op. 3 minuten 55, is niks. Kijk, ik ga vanaf hier escorteren. Nee, kom op. Ah, oh, hij gaat alweer gedisabled worden. Teammates! Let's go, we hebben gewonnen. Zo snel kan het gaan. We hebben dus een 1 minuut 19 gescoord. Mijn eindscore is 65-24. Simpelweg omdat ik nu eventjes voor de objective ging spelen om te winnen. Mocht jij nog genoten hebben van deze video, laat dan even je blauw duimpje omhoog achter. 70 likes zou awesome zijn. Dus, ik hoop jullie ook te zien bij de video van morgen. Tot morgen bij een nieuwe video. Om 3 uur precies. Zoals ik altijd zeg, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer, jongens. Doei!